Ja, ook vanaf de commentaarpositie een bijzonder goede middag. Waar het seizoen voor de AZ-supporters alles behalve goed is natuurlijk. Het loopt nog niet. En er staat de ploeg onderin de eredivisie. En heeft Go Ahead tot en toe een hele aardige week achter de rug. Met een zegen op Zwolle in de IJsselderby. En een uitstekende wedstrijd tegen PSV, die wel net verloren ging. Maar waarin Go Ahead zich van zijn beste kant liet zien. Daar zit Ninte, kinderambassadeur voor Spieren voor Spieren. En zij gaat straks het eerste fluitsignaal geven. Zoals bij vrijwel alle wedstrijden in de Eredivisie gebeurt in deze speelronde. Prachtig gebaar, omdat de supporters er eindelijk weer in mogen. De stadions vol mogen. En dan helemaal bijzonder dat dus Ninte hier vandaag het eerste fluitsignaal mag geven. Martin Zinni nu dus het centrum vormend met Hatzidiakos bij AZ. Geen Letchert, ook niet op de bank. Die zit helemaal niet bij de selectie vandaag. Fluitje al klaar. Bij Go Ahead een wijziging met Del die rechtsback is. Lucas zit daardoor weer naar het middenveld en Rommens op de bank. Botos, die heeft er al twee in liggen dit seizoen. Maar onder andere de winnende in de IJsselderby. Nint is er klaar voor. En zij zal het eerste fluitsignaal gaan geven. En daarmee is AZ Go Ahead begonnen. Pavlidis, eerste kans wellicht daar voor AZ. Dit is een grote kans en het is ook meteen raak. Karlsson scoort op aangeven van Pavlidis. Dat gaat dan heel snel, heel makkelijk. Hier het balverlies, maar ja, dan ligt het dus in één keer helemaal open. Omdat Kramer ook wat was doorgeschoven, staat eigenlijk heel Go Ahead verkeerd. Het centrum, maar je ziet ook dat Del mee was in voorwaartse beweging. En dus ook niet meer bij Karlsson kan staan. En is het binnenkantje voet beheerst afronden. Mietje. Handig balletje dit, Gudmundsson, wat een vrijheid. Kies maar uit. Hij kiest voor de korte hoek, maar vindt de paal. AZ creëert nog niet eens zo heel veel, maar als ze er eenmaal zijn, hoppakee. Wat een vrijheid. Kuipers draait, kijkt en is Gudmundsson helemaal kwijt. Heerlijke weersomstandigheden zo. Wel natuurlijk de helft van het stadion eigenlijk, van het veld dat nu in de zon zit. En de andere helft niet, dus gaat ook voor de supporters. Petje. Is geen onoverwogen luxe zeg maar, voor de overkant van het veld. Go Ahead komt meer en meer in het eigen spel. Wel binnengebleven. Cordoba. Andere kant. Nou, dat wordt er ook maar gedaan ook. En dan is daar de kopkans voor Cardona. We hoorden de aanwijzingen van Van Wonderen. Heel mooi. En Cordoba denkt, nou, naar die trainer maar luisteren. Alhoewel, ja. Ik weet niet of hij de andere kant al begrijpt. Ja, het is in ieder geval een lekkere voorzet. Van de ene Spanjaard op de andere. En de pijn is er bij Oratman Groen. En Jansen gebruikt dat om even een paar spelers bij zich te roepen. Oratman Groen is weer opgelapt. Hij zal even moeten wachten tot de bal niet zo bij hem in de buurt is. Voorzet van Sugawara. En daar is de vrije kopkans. En daar is De Wit. En de 2-0 voor AZ. En Oratman Groen staat nog te balen. Want die denkt, ja wacht even, die man die de voorzet aan geeft, die had ik moeten bewaken. Maar hij mocht het veld nog niet in. AZ is zeer effectief vandaag. Maar het verhaal is natuurlijk ook Oratman Groen die nog niet meedoet. En wie is de man die de voorzet geeft? Precies, de directe tegenstander van Ragnar Oratman Groen. Lucassen.
Pavlidis. Ja, bal vast. Reinders, Wijndal. Staan de Witten. Pavlidis weer met z'n tweeën voor het doel. Wijndal kan de voorzet gaan geven. Oh, die kan het ook zelf doen natuurlijk. En hij valt net niet voor Gudmundsson. Via Haan. Wijndal zelf proberen. Dat is een knappe redding nog van Haan. Reinders. Brouwers moeten naartoe. Reinders legt hem op De Wit. De Wit neemt aan. En De Wit. Ja, als hij die maakt. Oh, wat een schitterende actie. Controle. Klaarleggen. En uithalen. Aha. Hij zit daar nog net aan. Tjoh. Reinders. Karlsson. Wijndal buitenom. Karlsson trekt daardoor naar binnen. Schiet. Oh, Haan heeft hem. Ja, die was hem ook even kwijt. Pavlidis dacht misschien wel zijn makkelijkste doelpunt ooit te kunnen maken. Maar net op tijd had Haan hem weer gevonden. Kuipers net niet. Gudmundsson. Wacht even, iets te makkelijk erover in het duel met Cardona. Mietje. Denkt er ook iets te makkelijk over om die bal via Kuipers over de zijlijn te tikken. Komt AZ daardoor nog in de problemen in de slotseconde. Dat kan via Brouwers, die komt een heel eind. Maar uiteindelijk Martens Indy die het oplost. Hier is de drukte in de rust vast voor geweest. Efjen gaat zo komen bij AZ. Karlsson. Pavlidis is mooi gespeeld dit. Witri. Bal is net wat te hard voor De Wit. Ah, dan legt hij hem mooi terug. Gudmundsson. Redding van Haan is schitterend. Eindelijk een aanval met kwaliteit. Zeker van De Wit is dit heel goed. Hij legt hem heerlijk neer voor Gudmundsson. Ah, de trap is ook uitermate fraai hoor. Martens Indy krijgt zijn hoofd net niet tegen de bal. Uiteindelijk makkelijk voor Haan. Boeraan. Heil. Invallers bij Go Ahead. Bal. Ja, ik weet niet hoe Heil hem eruit moet krijgen. Naar links gemoeten. Daar kwam Kuipers gevaarlijk mee. Nou, Kuipers krijgt hem alsnog. Wat laks bij AZ. En Kuipers schiet net over. Daar is hij. Een echte Go Ahead man. De familie Beukema blij. Trots dat hij in mag vallen. Daar zitten AZ supporters. Maar vooral Go Ahead supporters. Maar vooral Beukema supporters. En hier, mooi. Hij was zo belangrijk in de promotie naar de Eredivisie. Prachtige transfer afgedwongen naar AZ. Daar is hij mateloos populair bij de supporters. Populair eigenlijk nog dan bij de trainer. Mietje. De Wit kan naar Karlsson. Hij kan ook voorlopig gewoon nog rechtdoor. De Wit. Karlsson. Karlsson in de korte hoek was het idee. Pavlidis kijkt. En krijgt hem uiteindelijk bij Karlsson. Efjen heeft ruimte, maar loopt nog een tijdje buiten spel. Oh, is hij mooi, ja. En dit is... een doeltrap dan. Als Higler het geen overtreding vindt, dat leidt tot enige verbazing bij AZ. Moet hier helemaal goed te zijn. Hoeveel contact is er? Ik zie het contact niet in ieder geval. Maar na het wilde inkomen gaat hij alsnog op de stip. En Karlsson schiet hem er keurig in.
3-0 AZ, de wedstrijd daarmee helemaal gelopen. Mooie bal dit zeg, Aboghlal. Nu dan, Aboghlal, ja. Wat een heerlijke assist. Zo wordt het toch nog een ruime overwinning voor AZ. Wat er in de tweede helft toch eigenlijk vrij lang niet in zat, omdat het spel niet zo geweldig was. Reinders, misschien maar eens schieten. Reinders, ja, weer! Dat kan niet, dat weten we. Want dit is al de tweede keer dit seizoen dat hij hem zo prachtig maakt. 5-0, keiharde cijfers voor Go Ahead. En zo speelt AZ voor een deel die zo belabberde seizoenstart van zich af. Mietje. Carlson. Evjen. Nog eens Evjen. Daar komt Mietje. Wacht even, die gaat zelf uithalen, maar daar verviel hij net niet lekker genoeg. Mietje legt hem nog een keertje voor, richting de Wit. Valt voor Carlson, al lekker gekapt. Oh, nog een keer kappen, maar dan net niet de kracht meegeven om ook nog te maken. Als je zo alle hoogtepunten nog eens op een rijtje zet, dan is het toch wel smullen van AZ vandaag. AZ vermaakt in de eerste helft en in de slotfase van de tweede helft en boekt een zeer overtuigende overwinning. 5-0 tegen Go Ahead Eagles. Dik verdiend dus. En na die belabberde start van het seizoen moet dit weer vertrouwen bieden. Ook in aanloop naar de volgende Europese wedstrijd.